elektrische auto. Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten deel 15. Ja, zo is het, deel 15. En vandaag gaan we op jullie verzoek deze auto hydrolocken. Ja, dat wordt leuk. Ai. Kortom, water in de inlaat gieten als we aan het rijden zijn. Goed idee. Ik denk dat hij hierna is afgeschreven. En om nou dat water in die motor te krijgen, hebben we hem een beetje aangepast. Kijk hier. Een speciaal water in de inlaat integratiesysteem. XXL slang, kijk hier. Vakkundig bevestigd aan de inlaat. Ja, en omdat deze auto vorige keer al een beetje geleden heeft, gaan we hem eerst even aanslepen. De vorige keer hadden we extra zuurstof toegevoegd aan de inlaat. En toen zeiden we dat de zuigerveren versleten waren. Dat hadden we nog niet gecontroleerd. Kijk hier. Dat is een eenvoudige test om te controleren of de zuigerveren eraan zijn. Je hebt nou heel veel onderdruk in het blok. Eigenlijk de druk van boven de zuiger, die gaat langs de zuigerveren in de karten. Komt er daaruit. Hij is kapot! Heb je een koppeling in? Nee. Even kijken of hij het nog doet. Shit, hij is stuk. Hé, de toerenteller doet het nog niet. Dit klinkt goed. Oepsie! Oh jee. Dirk! Je hebt het weer kapot gemaakt! Nou, hier zie ik wel iets. Luister even wat er aan de hand is. Hey. Nee, ik denk als je minstens 1 zet dat hij gewoon nog rijdt. Ja, hij gaat wel soepelen. Nou, volgens mij was dit ook niet bevorderlijk voor de compressie. Laten we even kijken, want er klapt ook allerlei onderdelen uit, hè? Daar ligt van alles. Dat is een drijfstang. Nee, dat is geen drijfstang. Dit lijkt wel vliegwielhuis. Dit kan erop, maar hier ligt nog meer. Het is wel warm, dit onderdeeltje. Hier nog eens. Oh, kijk dit dan. Wat is dit? Wat is dit allemaal? Dit is een puzzeltje. Ik heb er heel wat liefjes gezien groot hoor. Hoeveel is erin gedaan? Ja, die ding zat half vol. Oh, dat is even al. Dat is wel een liter of 6. Ja, 5 liter sowieso. Oeh. We hebben gewoon een elektrische auto! Nou, dit is niet, hè? Hé, hey, dat is gewoon een pistonpen. Dat belooft al niet veel goeds. Pak het los. Hé, er komt allemaal water uit. Hoe kan dat nou? Zo. Ah, die motor is gewoon nog goed. Niks mis mee. Ja joh. Nou. Hey. Oh, er komt ook nog water uit. Al leeg, hè, als ze denken. Kijk. Ah, dit is dan zo jammer, hè. Kun je het toch niet zien? Nee. Hoppa. Ik denk dat dit is een stuk drijfstang wat ik hier zie. Ja, dat had ik ook gezien. Ja, deze. Ja, dat is drijfstang. Hier is dus de onderkant van de zuiger is gebroken. Die kunnen we naar boven eruit slaan. Oh ja. Oké. Die zuiger heeft ook... die is gescheurd ook van boven hier. Ja, er is een scheur in. Zo, dit heb ik kracht gehad, hé. Oh, dit is wat er dus over is gebleven van de laatste zuiger. De autopsie is afgerond en wij weten het. Hij is kapot. Dat hadden jullie niet gedacht. Maar er zijn een aantal dingen die ons opvallen. Zoals bijvoorbeeld, kijk deze, hè. Dat is het vliegwiel. En die hoort normaal vast te zitten hier aan de krukas. Let op. Ja, dat draait prima, maar de krukas die draait niet meer mee. De bouten waarmee dit vliegwiel aan de krukas wordt vastgemaakt, ja, die zijn allemaal afgebroken. Dus dit vliegwiel, dat ligt nou gewoon los. Maar er is meer. Kijk hier, dit hoopje ellende. Dit wat hier ligt, dat zou er eigenlijk hetzelfde uit moeten zien als dit wat hier ligt. Dit is een zuiger met de drijfstang. En ja, dit was zeg maar ook een zuiger. Die stukjes die hier liggen, dat is ook nog zuiger. En dit wat hier ligt, dat is alles wat we nog hebben gevonden van de drijfstang. En dit stukje dat zit daar nog vast aan de krukas. Allemaal goed kapot, hè? Maar hoe kan dat nou? Waarom is er nou allemaal kapot gegaan? Nou, dat zullen we eens even uitleggen. Dat zit zeg maar zo in de motor. Die zuigers die zitten op een krukas. Dit is even een provisorische krukas. Kijk, en je ziet als die gaat draaien zo. Dan gaan die zuigers die gaan op en neer. Yes. Nou, door die op en neergaande beweging. Die zitten in de cilinder. Die zuiger gaat naar beneden. De inlaatklep gaat open. Dan gaat brandbaar mengsel. Gaat boven de zuiger. Dan vervolgens gaat hij naar boven. Dan gaat de klep, die is dan dicht. Drukt hij het samen. Comprimeert hij het mengsel. Ontsteking. Pam, ontploffing. Gaat weer naar beneden. Vervolgens gaat hij weer naar boven. Gaat de uitlaatklep gaat open. Drukt hij de rookgassen eruit. Ja, zo werkt gewoon een viertaktmotor. Maar dat comprimeren van een mengsel, dat is heel belangrijk. Daarom die motor die deed ook al bijna niet meer, want die compressie was al heel slecht. Maar hij was blijkbaar nog wel voldoende om de boel kapot te maken. Want wat is er nou gebeurd? Gassen, net als lucht, die kun je samen drukken. Ja. Maar vloeistoffen die kun je niet samen drukken. Dus die zuiger die ging naar beneden, de inlaatklep was open. Wij goten ondertussen water erin, dus daar zoog je allemaal op langs de inlaat zo. Heel de cilinder gevuld met water. Vervolgens gingen de kleppen dus dicht. En toen, ja, wilde die zuiger dus weer terug omhoog. Maar ja, dat ging natuurlijk niet. Want er zat een hele plens water bovenop die zuiger. Maar die auto, ja, die wil natuurlijk wel door. Want we waren op hoge snelheid aan het rijden. Dus ja, die krukas die begint als een mal op tegenaan te drukken. Zo. Ja, en dan krijg je dus zeg maar dat. Zeg maar, pats, kapot. Deze. Dat allemaal in de soep. Maar ondertussen hadden die andere cilinders zich ook al gevuld met water. Ja, en toen stonden ze daar dus met een paard tegenaan te drukken waarschijnlijk. En toen waren opeens niet meer de zuigers en de drijfstangen het zwakste punt. Maar toen waren het de bouten van ons vliegwiel. En toen zijn het gewoon bouten afgeschoven en de boel kapot. Ja. En als zo'n motor dan op slot schiet door een vloeistof, hè, die je niet samen kan drukken, dan noemen ze dat ook wel een hydrolock. Ja. Hydro is vloeistof en lock is op slot. Dus als jij nou normaal gesproken water bovenop je zuigers krijgt en die motor is niet helemaal in de soep gegaan, hè, omdat je dus, ja, de cilinders zijn vol met water gelopen terwijl de motor stil stond, want dat kan natuurlijk ook. Dan kun je even de buzies eruit draaien en dan kan hem een keer starten en dan drukt hij langs de buziegaten al die vloeistof eruit. Kan de buzies weer terug erin draaien en dan is er niks aan de hand. We kunnen in ieder geval wel stellen dat deze auto goed afgeschreven is. Dus we kunnen met goed fatsoen weggooien. En ja, we krijgen weer een nieuwe testauto. Dus ik zou zeggen, heb jij nou nog goede ideeën voor een experiment? Zet het even onder in de comments. En dan misschien doen we de volgende keer wel jouw experiment. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende.